Interessant is het netwerk van ondernemende vrouwen. Dus het is een vereniging die vrouwen samenbrengt. Niet alleen zakenvrouwen, maar alle vrouwen die ondernemend zijn. En dat kan ook zijn als thuiswerkende vrouw, als arbeidster of bediende of verpleegster of onderwijzeres. Iedereen als vrouw kan ondernemend zijn. Maar nu kregen we de uitdaging van Macan Nationaal om iets totaal iets anders te brengen. En daarom kwamen we tot het idee om een beurs te organiseren. Daarom noemen we het ook Macan Anders. Zeg. Ik ben gedragstherapeut voor katten. En het is belangrijk om op een beurs zoals vandaag te staan om mensen onder de aandacht te brengen dat er zoiets bestaat als gedragstherapie voor katten die onzinnelijk zijn, agressief zijn, dat dat een probleem is waar mensen niet mee moeten blijven zitten. En dan een specialisatiejaar gedaan, speciaal voor wijnen en dranken. Ja. Mijn diploma gekregen als sommelier, maar dan zit je nog in de formulier. Dus meegedaan aan het Belgisch kampioenschap voor de sommeliers. En dan twee keer ook in 2010 meegedaan voor het wereldkampioenschap voor sommeliers. Maar ook de Zuid-Afrikaanse wijnen daarin. En daar ben ik toen geschoren. Straf. Als je naar een wedstrijd toe gaat, dan gaat heel veel trainen, heel veel proeven en dergelijke meer. Gaat uw palet heel veel scherper staan en dan is het de bedoeling om zo dicht mogelijk bij de juiste oplossing van een beeld te serveren. Ongelooflijk. Het is thuis als hobby dat ik dat doe. En dat is portret tekenen. Ja. En dan Tiffany glaswerk. En dat is dan heel erg van het patroontje. Allemaal uitknippen, glas tekenen. En dan dat uitsnijden met een glassnijder. Ja. Al die randjes. Die moeten allemaal afgeslepen worden. En dan moet ik er koperdraad op kleven. Dus, en deze vormtjes knip je dan hieruit, in de plastiek. Dan leg je op dat glas. Ik heb dat in verschillende kleuren allemaal. Binnenhuis heb ik in de winkelweek in de Kantstraat. Ongelooflijk. Perfect. Ik werk alleen maar op afspraak. We zullen net een nieuwe zaak. En wat doen jullie? Tretuizaak. In Moos had ik. We gaan zeker een keer langs komen. Moeten Dan dat zo de fijne, fragile, af en toe mag er zo eens nog eens nagedacht worden. Waarom ben ik kijk maar kans? Om ervaringen te delen. Toffe evenementen, toffe vrouwen. Voor iets buiten te komen, om er gelijk te stellen. Ongelooflijk. Ik heb geen winkel. Nee. Mijn machine is al direct in. Dat is toch ongelooflijk, hè? Dat kost normaal 20 euro, hè? Overal wat ik verantwoordelijkheid draag, we moeten zo hard werken dat dit project gaat slagen.
enthousiasme werkt aanstekelijk. Dat van u ook, jawel ja. Ik doe dit al 25 jaar. En ieder jaar zeg ik, ik stop er niet, want het is te veel werk. Hè. Jawel. Maar telkens als ze het aanbod komen doen, begin ik terug op er niet. Ja. Omdat ik het niet kan laten. Ik heb nu ook aantrokken met Mercator natuurlijk. Er zijn al mensen die naar Rusland komen natuurlijk. Ja. Het eigenlijk niet eigenlijk zeggen. Ik had het niet verwacht. We hebben veel mensen gezien, we hebben contacten gelegd, vooral de kruimensen beschikbaar gepromoot, dat de mensen dus bewust aankomen.